Lekker Roblox spelen. Ik heb geen zin in school vandaag. Ik kan het lekker skippen. Oh, eens even kijken. Dennis, je komt te laat voor school. Mam? Ja. Ga eens weg van mijn kamer, mam. Dit is mijn kamer, oké? Ik ga je eens klaarmaken. Je moet naar school. Mam, ik luister niet naar jou. Opzout hier, oké? Wil je even normaal doen tegen mij? Zo praat je niet tegen je moeder, hoor je dat? Mam, je hebt hier niks te zeggen over mij, oké? Mijn huis, ik ben bijna oud genoeg om zelf te bepalen wat ik ga doen. Ik ga niet naar school, heb je dat gehoord? Jij gaat gewoon naar school, anders haal ik heel snel je vader erbij. Mam, school is zinloos. Ik hoef niet naar school. Ga weg met je rimpelhoofd. Wat zeg je tegen mij? Ja, roep papa er maar bij, alsof ik daar bang voor ben. Henry, dit kind is niet te houden. Kom hier. Waarom hoor ik Henry? Oh, wat is dat? Zo, zit je weer eens niet te luisteren naar je moeder? Ja, hij is hartstikke vervelend. Hij gaat gewoon naar school. Ik ben oud en wijs genoeg, oké? Okay? Ik ga niet naar school. Dat stomme broek heeft mijn school. Dat is niks voor mij. Je moet naar school, zoon. Kom op. Nee, pap. En dat kreng, dat hoeft helemaal niet te bepalen wat ik moet doen, ja? Dat kreng, pardon. Wat anders. Oh, ik schop je naar school. Nee, zeker niet, pap. Dat ga je zeker niet doen. Zeker wel. Je gaat geen tegenwoord hebben tegen je vader. Pap, het is niet alsof ik bang voor je ben of zo, oké? En jij al helemaal niet, mam. Altijd maar een beetje bakker erbij halen. Oh nee, zeker niet, pap. Je bent sterker dan jij, zoon. Bang, hoor. Je bent helemaal niet sterk. Ik ga elke dag naar de sportschool. Ik ben niet bang voor jullie, oké? En ik doe houthakken als baan. Ja, je enige wat je doet is alleen maar darten kijken en op de bank zitten televisie kijken met de zak chips. Wil jij niet zo praten tegen ons? Echt niet. Inderdaad. Bepaal ik zelf wel. Bepaal ik zelf wel. Anders wat? Nou, van een schoppetje en dan een slaakje. Oké, raak me aan dan, pap. Raak me aan dan, pap. Oké, dan kom dan hier, pap. Pap, pap. Die voor je. Nu moet je maar een keer voelen, zoon. Stop. En jij bent een echte man. Help me niet zoals een mietje. Kom op. Ik ben geen mietje, pap. Ik ga thuis uit. Ik ga maar naar een stomme school. Flikker trein dat ik ga naar school. Is dat duidelijk? Inderdaad. Wacht, wat? Nee, je blijft maar weg van huis. Zo gedraag je ons. Vanavond niet thuis. Ik mag niet thuis komen vanavond. Nee, inderdaad. Hoezo dat? Nee, ik blijf hier. Nou, omdat jij gewijs bent, zoon. Nee. Ik blijf hier. Je moet nu wel echt naar school. Hier, slaai wel naar school. Pap. Voel het maar een keer. Oh, jij stomme vader, stomme moeder. Ik ga naar school. Wegstijd. Ze hebben me in elkaar geslagen, letterlijk. Ze zijn altijd gemeen tegen mij. Laten we naar school toe skaten. Met het stomme skateboard, veel te goedkoop. Weer een nieuwe dag op die broek. Eet mijn stomme school. Maar kijk wie we daar hebben. Als dat Wimmetje wel niet is. Ben jij dan nou weer, Dennis? Wat doe jij nou weer? Wim. Je weet waarvoor ik kom, hè? Hier, geef je dat lunchgeld. Nee, dat doe ik niet. Je pakt er genoeg af. Heb je een weerwoord, Wim? Heb je een weerwoord? Ik ben klaar met jou. Je bent irritant, je stomme pestkop. Oh ja, Wim. Pak op. Hier, die kan je krijgen, oké? Okay? Hier, dat lunchgeld. Hier, geef voor jou. Wie denk je wel niet dat je pestkop kan noemen? Wat denken we dat we hier aan het doen zijn? Niks hoor, meneer. Niks hoor. Niks hoor? Nee. Maar ik zag het met mijn eigen ogen. Met mijn bril. Kan je dat wel zien met die ogen van je? Niet zo wijs doen jij. Ga naar binnen. Ik zit op je te wachten. Nu meteen. Wim, je hebt geluk gehad. Loser, heb je dat gehoord? Je hebt geluk gehad. De volgende keer ram ik je hard in elkaar. Ja, en dat lunchgeld geef je hier nu meteen. Hier heb jij je geld, Dennis. Perfect, Wim. Morgen een nieuwe dag, hè? Dat betekent morgen nieuw lunchgeld. Heb je dat begrepen? Anders sla ik je weer in elkaar. Oké, Dennis. Ik heb geluk dat de leraar je was. De volgende keer sla ik je een blauw oog. What up, klas? Ja, en zitten. Trouwens, meneer de leraar, hè? Vraag je. Die boel op je hoofd, is dat om dat kale hoofd van je te verbergen? Jij gaat nu meteen zitten op je plek. Oké. Die boeken zijn goed zodat ik wijs blijf. Vaker, Chucky. Ik heb hier elke dag school. Niet zo praten tegen mij, hè? Je weet wel wie ik ben, toch? Ja, en? Ik ben de stoerste pestkop van de hele school. Wil je een keer met mij op date of niet? Nee, eeuw. Je bent toch lelijk, laat maar zitten. Moet jij iets zeggen? Ze praat je niet tegen de leerlingen. Oké, dan gaan we nog beginnen of niet, joh? Ik zie je naar school nog even, Dennis. Weet je dat zeker dat je me naar school wilt zien? Steek al je banden weg van je auto, hè? Wat? Wat ga je doen? Ik weet alles over jou, meneer de leraar. Dat je nog bij je moeder thuis woont op 50-jarige leeftijd. Wat een loser ben jij. Jij gaat nablijven. Nablijven. Jij gaat ook de directeur zien naar school. Oké dan, meneer. Ja, meneer, heb geen stoel. Wat zei daar, Wim? Zei daar iets? Ja, dat is wel beter, inderdaad. Nee, ik zei niks. Ik ben deze schoppen kan je niet tegen. Ik ben deze schoppen kan je niet tegen. Wim, ga
Klop je op je schouder, hier! Hier, een Rios! Wat nou weer? Zeg sorry tegen Wim, dat kan echt niet! Oh, stel niet zo aan, joh, baby! Geef elkaar een hand en zeg sorry! Oké, leraar, ga maar zitten hoor, ik bied mijn excuses aan. Ik ben een volwassen man, oké? Nou, volwassen noem ik het zeker niet! Hij is niet te zien, hoor! Ga dan maar zitten! Wim, geef me je hand! Zo, op mijn hand gespuugd, alsjeblieft! Ah, meneer, inmiddels is de les al voorbij. Ik hoor dat het tijd is voor pauze, oké? Oh, nou, ik heb nog zin in pauze hoor, even wat eten. Zo, laten we naar boven gaan. Wim, we zijn toch matties? Kom even mee, bro. Moet je even spreken. Oh, Wim, heb je dit hier gezien? Dit hier? Ja, dat is een wc-pot. Oh, zie je die wc-pot, Wim? Ja, dat zie ik. Lijkt op een normale. Hier, duw je rug, kan je krijgen. Oh, perfect. Oh, Wim zit in de wc-pot. Wim zit in de wc-pot. Wim zit in de wc-pot. Ja, wat vies. Mega vies. Nou, het is tijd om te eten. Wil een van jullie een stukje pizza? Hé, hey, pak anders een lekker stukje pizza. Hé, hey, pak jij anders wat een stukje pizza? Moet je opletten. Okay. Hier, let op wat ik ga doen. Oké, pak maar. Gadverdamme, spuug jij nou op die pizza? Nee, zeker niet. Maar je eet het wel op. Lekker, hè, mijn speeksel. Loser. Noem je nou een loser? Je bent zelf een loser. Weet je wat er met jou aan de hand is? Hey, normaal ik heb het meegemaakt, maar doe eens normaal tegen anderen, joh. Wat zeg je daar? Meisje pesten. Wat je normaal moet doen. Neem je het op voor haar? Ja, zeker neem ik het op voor haar. Je mag helemaal niet pesten. Dat is stom. Hier, die kan je krijgen. Nee. Wat hoor ik hier allemaal? Niks hoor. Ze is gevallen. Helemaal niet. Heeft Dennis haar geslagen? Ja. Nee, zeker niet. Ze viel zelfs, ze struikelde over dat bankje. Wie dan? Nee. Wie anders? Nee. Wie heeft haar anders geslagen? Het kan maar één iemand zijn. Ik heb een stof op mijn neus, dat doe je toch niet? Nee, ik heb je helemaal niet geslagen, niet liegen hier, ja? Jawel, hoezo beland ik anders op de grond? Oh, echt waar. Dat is niet omdat die bananen schild erop hangt. Sorry tegen haar. Oké, sorry. Het spijt me, lelijk meisje. Dankjewel. Het spijt het helemaal niet. Hier op deze school respecteren we elkaar. Oké, leerlingen, jullie zijn vrij voor vandaag. Dennis, jij blijft nablijven. Oké. Net zoals elke dag. Leuk hoor. Meneer de leraar, straks durven we allemaal niet meer naar school. Nee, inderdaad. Straks durven we allemaal niet meer naar school. Die pestkoppen, mietjes. Wij komen naar mijn lokaal. Waarom moet ik nou weer nablijven? Ik heb niks gedaan. Zeker wel. Oh, man. Wat Jan 3 dubbeltjes nog aan toe. Wat denk je wel niet wat je allemaal doet vandaag? Niks. Gewoon de lessen volgen en zo. Jij bent een pestkop. Een pestkop? Ik doe altijd mee. Gewoon mijn best op school, man. Ik maak al mijn huiswerk. Of nou ja, ik laat die loser van een Wimmer doen. Maar dat maakt toch niks wat uit. Wat doe je? Vandaag heb je dit jaar hoge cijfers. Meneer. Ik snap er helemaal niks van. Meneer, laat me gewoon gaan. Hier heb je wat geld hier. Wat geld? Ga nu meteen weer zitten op je plek. Oké. Jij zal hier een paar uur moeten blijven zitten. Dan zie je in wat je tenminste hebt gedaan. Ja, het zal wel. Ik kan toch nergens anders heen. Maar ouders willen me ook niet hebben. Inderdaad, het lokaal zit op slot. Oké, dan. Boeien. Bakken worden! Het is hier geen slaapplek, hè? Dit is een lokaal. Oh, is het al donker buiten? Jazeker, de school gaat sluiten. Ja, ik ga er al vandoor. Hier, aan de kant. Doe eens normaal, joh. Een klein schouderduwtje kan je wel hebben, toch? Maar met deze 50-plus schouders van mij kan dat echt al heel veel pijn doen, hè? Dat weet je. Ja, tot morgen. Ik zie je morgen in de les. Wat ga ik nu doen? Het is donker buiten. Ik mag niet thuiskomen van mijn ouders. Weet je wat ik ga doen? Ik ga naar de boys. Mijn boys hebben mijn back. Yo, boys! Ik heb even wat chickies gefixt, weet je wel. Yo, alles goed, boys? Ja. Yo, boy! Ja, alles goed. Met jou? 3, 2, 1, yo! What up? Lekker, man. Ja, alles gaat lekker, man. Alles kids. Ja, man. Je weet het. Ik ben weer weggestuurd uit huis door mijn ouders. Alweer. Ja, lekker bezig, bro. Maar wat heeft jullie bezig gehouden vandaag? Chickies aan de haak geslagen, je weet je. Ja, luister. Zeker weten. Jullie zijn altijd tegen mij dat ik nog op school zit. Jullie zeggen, dat is verspilde tijd. Ja, man. Maar luister, boys. Luister, ik heb vandaag toch echt iets briljants meegemaakt. Zo'n nerdje, weet je wel, met zijn blouse, zijn haars op, zijn bril. Ja. Oh, ik heb hem echt vol in de wc-pot geduwd en in elkaar gemet. Nee, heb je dat echt gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Dat is toch niet cool, jongen, loesje? Wacht, wat? Maar hij lachte toch? Ja, nee, ik deed alsof. Ik vind het allemaal niet grappig. Dat is ook helemaal niet grappig. Boys, stel je niet zo aan, het is maar een nerdje, oké? Dan kan je echt wel weet je niet hoe zielig dat is voor die nerd? Wat kom op! Wat nerdjes hebben hier? Je wil niet weten hoe slim ze zijn, want ik hier de kaars sla. Inderdaad, zonder die mensen hadden wij ook geen telefoons. Jongens, jullie gaan echt niet in elkaar slaan, toch? Hey, jongens! Beetje plek! Die je wel, loes. Hey, boys, doe normaal, man! Doe normaal, man!
jullie staan met elkaar, joh! Ja! Nou, dan moet je maar niet meer pesten, loser! Moet je er maar van leren! Kom op! Ik ga naar huis, ik ga naar huis! Wie hem nou huilen? Misschien hebben we gelijk! Pestkop zijn is inderdaad niet stoer! Dan ben je echt een loser! Ik moet mezelf gaan veranderen! Kijk, kijk, kijk wie we daar hebben! Als dat onze Wimmy Boy wel niet is! Dennisje, ik ga je meteen geld geven, oké? Nee, Wim, luister! Ik hoef je lunchgeld niet, man! Je bent niet aan het liegen, toch? Ik geef Wim, het je meteen! Het is nu de volgende dag! Misschien zie je wat aan mijn gezicht! Ik ben in elkaar geslagen, Wim! Ik heb mijn lesje geleerd, oké? Geslagen. Wim, niet te veel vragen stellen. Ik wil gewoon mijn excuses aanbieden. Ik wil even zeggen dat ik ben al die tijd een pestkop geweest, maar pest is stom, oké? Als je pest ben je gewoon een loser, een absolute loser. En ik geef het toe, ik ben al die tijd de loser geweest en jij niet, oké? Dankjewel, ik zal je niet meer in elkaar slaan, niet meer je lunchgeld afpakken. Het spijt me, Wim. Het spijt me oprecht, oké? En als je een keer wraak wil nemen en een filmpje wil maken dat je mijn wc duwt, dan snap ik het, oké? Dan doe ik dat. Nogmaals, Wim, het spijt me, oké, het spijt me. Dankjewel. We gaan weer naar de les. Dat waardeer ik enorm. Leraar? Goedendag. Het spijt me dat ik wat later ben met Wim. Je moet een geel briefje ophalen, hoor. Nee. En de balie. Leraar, ik kan het uitleggen. Ten eerste, ik heb deze voor u. Het spijt me voor alles wat ik heb gezegd de afgelopen dagen tegen u. Ik ben niet lief geweest. Heb je nou een bosje bloemen vast? Die zijn voor u, meneer. Het spijt me. Die zijn voor mij? Hier. Ten tweede. Dat had ik niet van je verwacht. Dankjewel. Klasgenoten. Voor zover iedereen er is. Ik weet dat ik in de jaren door veel mensen de klas uit heb gepest en dat soort dingen. Meiden, ik wil jullie zeggen, jullie zien er prachtig uit. Het spijt me. Ik heb altijd als een pestkop geleefd, maar ik wil me verbeteren. Ik wil mijn leven verbeteren. Ik wil niet meer die jongen zijn die jullie kennen van vroeger. Die ben je pestkop. Serieus? Jullie zien er prachtig uit. Misschien ben ik al die tijd gewoon jaloers geweest. Ben je gewoon veranderd? Ik moet toegeven, ik heb een nare thuissituatie meegemaakt waar mijn ouders me altijd hebben gepest en in elkaar hebben geslagen. En ik heb dat afgereageerd op jullie. En het spijt me daarvoor, oké? Het spijt me, leraar. Het spijt me. Je bent een toffe peer, oké? Je bent een toffe peer. Dennis, ik heb je excuses aanvaard. Wat heb jij mooie woorden gezegd hier. Dank je, leraar. Dank je. Dat heb ik ook wel, hoor, leraar. Ik heb zo lang gepraat dat het inmiddels ook al lunchpauze is. En nogmaals, jullie hoeven me niet te vergeven. Doe ermee wat jullie willen, maar ik had toch even mijn woordje moeten zeggen, oké? Ik ga wat eten. Eens even kijken. Laat ik dit appeltje pakken. Ja, hoor je dat goed? Boy, ik ga je de wc weer drukken, hoor. Wacht eens even. Wat hoor ik daar? Dat ben je misschien al wel gewend, maar... Nog één keertje erbij. Ik kan wel, hoor. Ik heb zo vaak in de wc gedrukt, meneer. Nee, doe dat niet nog een keer, oké? Dan nog één keertje. Dat kan niet uitmaken, denk ik. Hé, meiden, wordt hij nou gepest? Nee, stop. Dat klinkt wel zo. En als je gaat tegenkippen, dan moet je slaan, hoor. Ik moet tegen de leraar zeggen. Jos! Ik ga het tegen de leraar zeggen. Hé, Jos, moet dat daar? Wat nou? Denk jij dat je aan het doen bent? En mij aan de kant. Broski, hoe gaat het? Niet de leraar roepen, niet de leraar roepen. Broski? Ja, toch, we zijn toch broos? Wat denk je dat je hier aan het doen bent? Wim, wat is hier aan de hand, bro? Ja, hij wou me in de wc, met mijn hoofd in de wc drukken, Dennis. Ja, gast, kan met dat pesten, ja? Dagelijkse van nerdpesten, toch? Hé, ben jij niet degene die mij de les wijste hier zo? En nu ga je hetzelfde doen? Nee, dat... Je blijft met die poten van hem af, hè? Ik was gewoon de rekensom aan het discussiëren met Wim. Ja, is dat zo? Weet je wat je kan krijgen? Deze kan je krijgen! Wat heeft hij nou verdiend? Dat zal die pestkop leren, Wim. Ik zei toch, vanaf nu, ik bescherm je. Dankjewel, en al die pestkoppen zoals hij. Ik ging altijd mee om en hij had mij een wijze les geleerd. Oké, Jos, normaal doen, ja? Je zei al die tijd dat pesten niet goed was. Je moet zelf ook geen pestkop zijn, oké? Pest is stom, laat dat duidelijk zijn. Ja, pest is echt stom, ik heb het lesje geleerd. Laten we gewoon een held zijn van de school en het opnemen voor nerdjes zoals dit, oké? Of nou ja, nerdjes. Wim, je bent een hartstikke coole jongen, oké? Dankjewel, Dennis. Jij ook. Zonder jou was er ook geen mooie wereld. Dankjewel, Jos. Ga er vandoor, jongens. Schooldagse trof. Ik ga lekker Pokémon spelen. Ja, dank je, meisje. Dat pest is niks voor mij. Ik ga wel Pokémon met jou spelen, Wim. Ik wil gewoon de held worden van de school en goede daden verrichten. Ik ga naar huis. Hopelijk vinden mijn ouders me nu ook wat beter. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten...